Fotograferen is mijn way out uit een middelmatig leven. Is getekend Stefan van Vleteren. Geboren en getogen in België, wereldberoemd om zijn portretten. In zwart-wit wel te verstaan. Koningin Beatrix, actrice Carice van Houten en de cover van het boek Congo door David van Rijbroek. Wie kent ze niet? Maar er is meer, veel meer, na 30 jaar fotografie. Welkom, Stefan van Vleteren. Dag, Hugo. U bent sinds gisteren in Amsterdam, weet ik toevallig. Is dat ontspanning of is de camera dan ook altijd mee? Ik heb een camera mee in geval iets... ik wacht op iets die misschien zou gebeuren. Maar ik loop niet rond met een camera rond mijn nek. Ik heb geleerd om eigenlijk die camera af en toe toch ook weg te doen. En dat heeft te maken dat als ik, vanaf dat ik een camera in de buurt heb, ben ik een jager. En dit kan je niet 24 uur iedere dag, heel jaren lang. Dus ik moet af en toe wel het loslaten om ook gewoon even te genieten van de dingen. Ja. Was er een beeld al in Amsterdam waarvan u dacht, had ik moeten hebben? Straks. Straks, ja? Gaat u op misschien? Jacht? Ja. U heeft maandenlang zichzelf opgesloten in de kelder van uw huis om een overzichtstentoonstelling te maken van uw rijke oeuvre, ruim 33 jaar. Correspondeerde uw geheugen met het archief wat beneden lag? Nee. Nee, en dat was eigenlijk een van de grootste ontdekkingen, om te merken dat uw geheugen iets zeer subjectief is gewoon. En dat is ook het mooie aan fotografie, dat fotografie, het is een heel klein medium, maar het is iets onbewegelijk, het is iets vast, dus het ligt ook niet. En je geheugen is altijd in verandering en je herinnert je dingen die gewoon niet kloppen, of die toch anders waren. Viel het mee of viel het tegen? Soms viel het mee, soms viel het tegen, maar het is gewoon... Je bent soms uit je evenwicht gebracht, omdat je denkt van... Ik was zo overtuigd dat dit ging gebeuren. En dat blijkt dan niet te kloppen. En langs de andere kant zie je dan ook dingen dat dan plots alles weer terugkomt. Want als je een fotograaf die dan terugkijkt... Op een uur herinner je enkel maar je foto's eigenlijk. En nu heb ik eigenlijk weer de beelden of de tijd tussen die foto's... Ik herontdekt door te kijken in negatieven dat je niet meer herinnert, dat je nooit hebt afgedrukt, maar die je wel soms van het punt A, foto A, tot foto B wel heen brengt. En dat was zeer interessant. Er komt heel veel terug. Eigenlijk te veel, want het was soms heel heftig om al die input in je hoofd te krijgen. Want ik kon ook niet... Ik had mezelf verplicht om in dat soort ballingschap te zijn, waardoor ik geen opdrachten meer aanhing. Maar er was ook geen uitlaatklep meer. Fotografie is voor mij iets wat zeer ontspannend werkt, maar dat was er niet. Dus ik zat constant in dat eigen leven, in dat eigen archief, in dat eigen werk. En, ja, dat is niet... Dat leidde tot een prachtige overzicht en tentoonstelling die in Antwerpen is. Ik liep er rond. En één foto, één van uw eerste werk, bleef me eigenlijk meteen het meest bij. Dus een foto uit Rwanda. Hmm. Ja. U was 24 jaar ja. toen u deze foto maakte. Hmm. Ik deed andere dingen toen ik 24 was. Ja, op zich was het ook te jong, denk ik. Het was eigenlijk onverantwoord. Het geluk was dat ik gewoon... Ik heb nooit een traumatische... Als ik terug was, ondanks al de gruwel dat ik gezien had, heeft het nooit effect gehad op mijn hoofd. Het heeft eigenlijk een positief effect. Het heeft eigenlijk een besef gemaakt op dat moment. Ik herinner me nog perfect de plaats waar ik was. Eigenlijk, denk ik, 6 dagen nadat ik terug was, dan had ik 3 dagen in mijn donkere kamer en zitten printen. En het eerste maal dat ik terug... even ontspannend op een terrasje in Brussel zat... na een gigantische, verschrikkelijke week... en dan in Idoka terug opnieuw geconfronteerd wordt... met effectief die stilstaande beelden dat fotografie is... en dan gepubliceerd wordt. De eerste keer dat ik op het terrasje even niet moest denken aan mijn werk... kwam er een soort bijzonder gevoel dat ik de rest van mijn leven heb bijgehouden. En dat is ook de reden waarom dat dit boek en dit project is. Het besef dat het leven zo fragiel is. Dat de democratie zo fragiel is. Want zo dingen gebeuren als dingen misgaan. Daar is met uw fascinatie met de dood ontstaan. Onder andere ook dat. Maar mijn fascinatie van de dood is eigenlijk eerder een fascinatie. Ik gebruik de dood om gefascineerd te worden door het leven en door te beseffen dat het leven zo bijzonder is. Dat het een wonder is dat als ik jou aanraak, dat ik dat kan beslissen. Ja. Als ik voel aan jou dat je warm hebt. En dat is ook wat dat... Als ik vaak met de dood, zoals in Rwanda, maar ook later in mijn andere werk door postmortem portretten te maken van soms bekende mensen, dat als ik bij die persoon ben om te fotograferen in al die stilte en al die sereniteit van iemand dat ik vaak heb gekend, om dan eigenlijk dat koude lichaam te zien, te voelen zelfs. Te voelen zelfs. Ja.
Ik moest bij deze foto eigenlijk denken aan de befaamde Britse fotograaf George Rogers. Ja, absoluut. De man ja. die in april 1945 als eerste arriveerde in Bergen-Belsen. Bergen-Belsen. Ja. En daarna zei, dit nooit meer. Ja. Ik heb de dood gezien, dit doe ik nooit meer. Ja. Dat was in ieder geval niet zo. Ja, nee, bij mij heb ik gezegd, ik heb de dood gezien en nu wil ik echt heel intens voor het leven gaan. En mijn talent die ik in mijn jeugd heb ontdekt, namelijk de fotografie, heb ik beseft, ik wil echt iets nuttigs met dat talent. Want ja. Ik was een matige student, een beetje oppervlakkig en zo. En plots vind ik dan iets wat ik goed kan. Dan dacht ik, dit ga ik zo goed uitbouwen, dat ga ik zo volledig ingaan, met al mijn energie, met al mijn talent, met die hard te werken, om dingen te tonen die voor mij belangrijk zijn, die ik ook graag doe, die ik zelf belangrijk vind, maar ook door te tonen van kijk hoe bijzonder. Ja. Het kan chockerend zijn, het kan troostend zijn. Nou, laten we er één bij nemen. Een chockerende foto die u heel beroemd maakt in België. Ik ken hem eerlijk gezegd niet. We kennen de gebeurtenis uiteraard. Dat is de foto van rond de affaire van Dutroux. Dit is de begrafenis van twee van de meisjes. Maar ik vind hem niet chockerend. Ik vind hem heel troostgevend, omdat Dutroux, het kwam uit, Dutroux, de man die meisjes had vermoord, misbruikt. En dan, dit is op de begrafenis van Julie en Melissa, twee meisjes uit Wallonië die gruwelijk zijn omgekomen in een kelder van Dutroux. Was de begrafenis buiten in volledige stilte. Een enorme massa die eigenlijk, waar je amper durfde te bewegen, omdat je dacht van dit, ik ga de mensen storen door van te rond te lopen. Ja. En dan plots zag ik dat meisje aan een naderhak, hek helemaal vooraan, helemaal in zichzelf, in die tristesse. En ik zag die traan en ik werd er aan toegezogen. Ik dacht, die traan is eigenlijk een metafoor van het verdriet van België, de boosheid van België, de kwaadheid. Maar ook het onvermogen om met zoiets om te gaan. Ja. En, ja. Het valt me op in uw werk namelijk, dat is, de dood is nooit ver weg. En tegelijkertijd, als u uit het buitenland komt, Afghanistan, daar maakt u een prachtige foto van een jongen met een half been, die op een mijn is gestapt. Ja. Ook allemaal zwaar, maar de lach is ook nooit ver weg. Kijk, deze foto. Dit is hoopvol. Ik bedoel, dit is een jongen die inderdaad op een mijn is geweest en die vroeger voor de Taliban had gevochten. Ja, en dan ga je eigenlijk met zo'n jongen die je dan achtervolgt, omdat ik op weg was naar een nomadentent, dat ik dacht van daar is het te doen. En toen besefte ik van, nee, dit is het beeld dat ik wou maken. Ja. En de jongen wou eerst niet springen, omdat hij dacht van, misschien ga ik vallen. Maar zijn dorp was rechts, dus hij moest weer terug naar zijn dorp. Hij moest al springen? Hij moest springen. En ik bleef wachten. En dan moest ik even wel mijn hart even hard maken. Maar dacht van, ik hoopte echt dat hij niet ging vallen. Ja. Natuurlijk, als hij dan sprong en ik kwam goed toe, ja, dan was iedereen aan het lachen natuurlijk. Het klappen, ja. Ja, dus het was fantastisch. Tegelijkertijd, is het een foto die ons de keerzijde van oorlog laat zien, namelijk een slachtoffer? Of is het een foto van vitaliteit? Een jongen die desondanks springt en speelt? Het is beide. Dat is ook wat het leven en dood zitten zo dicht bij elkaar. En dat heb ik ook zo vaak in mijn leven tegengekomen. Die fragiliteit van het moment dat alles loopt lekker. Hè, zoals in Rwanda, er wordt een vliegtuig ineens gehoord met de president erin. Vlak daarna worden gewoon 800.000 mensen vermoord. Zo snel gaat het gewoon. En soms is het ook verschil. Je wandelt in een veld en boem, en nu ben je been kwijt. Zo ver gaat het. Je rijdt met de auto. Het moet niet altijd spectaculair. Je rijdt met de auto. Er is iemand die oversteekt of een verkeer. Boem. En je bent dood. Het is voorbij. Voordat mensen nu denken dat de dood ongeveer aan u kleeft, dat is ook niet zo. Hè? Nee, is maar ik gebruik de dood om net die vitaliteit helemaal uit te puren. En hoe dichter dat ik soms bij de dood ben, hoe meer dat ik besef. Het is zoals in de winter. Het is heerlijk als het koud is. Als je die koude voelt, als je dan een warme jas aan doet. Dit is het leven. Die warme jas is het leven. Dat contrast. Ja, dat contrast moet je mee werken. Laten we voor dat contrast aan even kijken naar een foto waar ik hartelijk om moest lachen in de expositie. En ik was niet de enige. Ja, ja. Wat is het verhaal hierachter? Wat deed Stefan van Vlederen überhaupt op deze toren? Wel, het is de Basiliek van Koekelberg, een belangrijk gebouw in Brussel. En ik moest een reportage maken over het gebouw. Het bestond zoveel jaar, dus ik was daar al beneden foto's aan het maken. Ik stond dan op die terras helemaal boven. En ik wacht, er gebeurde niks. En plots hoorde ik twee mensen afkomen. Ik dacht, ik zal klaarstaan. Je weet nooit wat dat gebeurt. Dan blijkt het een oud koppeltje te zijn. En dan die man die zijn vrouw fotografeert. Dat is al op zich mooi. Maar dan die onverwachte wind die dan plotseling blaast, waardoor die witte onderbroek zo prachtig te zien was. En het was nog tijden van analoge fotografie. Ik kon achteraf ook niet zien
heb ik gezien wat ik gezien heb? En daar is het geheugen ook weer belangrijk natuurlijk. Want ik twijfelde over dat ik effectief had gezien wat ik gezien had. Het was even pas later in de donkere kamer dat ik opnieuw weer zag. U twijfelde niet over het maken van deze foto? Nee, het is een instinct natuurlijk. Hè. Als je voelt dat er iets gebeurt, klik je en dan hoop je dat alles goed staat van je toestel. Dat is dan uw routine van uw ervaring. Maar ja, het moment is... Zeiden de mensen zelf iets tegen u? Dat u die nee, ik heb niet met die mensen gesproken. Ik weet het ook niet meer juist wat dat er dan allemaal nog gebeurde. Maar het mooie is, wanneer ik een tentoonstelling had, meer dan 10 jaar geleden, stond een vrouw met het boek op die foto. En die vroeg van, wil je hier tekenen? En ik zeg, ja, waarom moet ik hier tekenen? Ja, omdat dit mijn ouders zijn. En dan dacht ik van, oh, hoe mooi is dat? Maar dan hebben ze toch een metamorfose ondergaan, die kinderen. Want in de archieven van uw werk, in de tentoonstelling in Antwerpen op zolder te vinden, daar heb ik heerlijk doorheen zitten struinen. Ja. En daar vond ik een brief van de kinderen van deze mensen, die aan u schrijven. Maar alleen, meneer Van Vleteren, onze pap is geen viespeuk. Nee, maar voor mij is het ook niet vies. Het is gewoon een prachtige vorm van liefde. Want dat is het mooie. Er waren mensen van ergens in het noorden, van in de Kempen, een afgelegen plattelandse buurt. En die komen naar het verre, gevaarlijke Brussel. Ik vond dat eigenlijk op zich al bijzonder. Ik bedoel, een uitstapje naar Brussel, voor oudere mensen is dat eigenlijk prachtig. En dat hij dan nog zo liefdevol zijn vrouw fotografeert, alsof dat ze eigenlijk op een soort van huwelijksreis zijn. Dus ik vond dat eigenlijk heel ontroerend. Ja. Heel ontroerend. Ik heb de man trouwens nog later ontmoet, bij toeval eigenlijk. Dan was helaas de vrouw. En dan, ja, dat was ook zo vreemd. Om dan eigenlijk... Die foto is dan zo belangrijk geworden in je geheugen, maar... Zoals ik daar juist, het is een foto en plotseling zie je dan de mens die je ooit in een korte toevalligheid hebt gefotografeerd, vastgelegd, is dan plotseling een mens waar je tegen praat. Heel bijzonder. Maar de bescheiden, goed formulerende Stefan van Vleteren gaat altijd weer die straat op, waar ook een rauwe confrontatie wacht. Want deze mensen moeten ook hebben gedacht, wie is die man met die baard die daar met een toestel zit? Misschien had ik nog geen zo'n baard als toen. En was ik ook een stuk jonger. Maar zeggen mensen dat nooit tegen u? Wat bent u aan het doen? Ja, ik denk dat ze mij niet gezien hebben. Ja. En dat is ook het verschil met mijn vroegere werk. Was ik meer een fotograaf die echt op de straat ging. Die een soort van onzichtbare fly on the wall is. En eigenlijk gaandeweg. En zeker door die foto is eigenlijk... En dat is misschien ook interessant om te vertellen. Die foto heeft voor mij een inzicht gebracht van... Kijk, dit mooie moment waar dat het toeval... Langs alle kanten, het feit dat ik daar ben, het feit dat die mensen komen, het feit dat die wind daar oncontroleerbaar waait. Al die prachtige elementen was voor mij, dit is de mooiste plaats ter wereld waar je op die ene seconde kan staan. Maar dat besef, en dat heb ik maar later, maanden later beseft, maakte ook dat ik dacht van, ja, maar wacht, moet ik nu heel mijn leven nog jaren door de straten gaan om op zoek te gaan naar iets die misschien niet zal komen. Of iets die misschien zal komen en dat ik niet klaar zal zijn. Dus ik besefte, ik ga mijn fotografie veranderen. Ik ga beginnen meer op een andere manier te fotograferen. Ja. Nou, waar die confrontatie in ieder geval wel kwam, was in uw serie over Charleroi. Mm-hmm. Een serie die onder je huid gaat zitten als je die ziet. De moedeloosheid, de triestheid, de naargeestigheid van een totaal vervallen industriestad. Ja. Ja. Toch? U dwaalde daar rond? Absoluut, maar ik was er op een vreemde manier... Kijk, de stad is inderdaad... Het decor is... Het is een vergane stad die ooit glorieus belangrijk was geweest. Het was de rijkste stad van België geweest voor een lange periode. En die stad door de industrie, de metaalindustrie, de glasindustrie, de koolmijnen... Alles is dicht, of bijna alles is dicht. Dus er is een enorme werkloosheid. Maar het mooie is, de inwoners maken de stad... En de inwoners zijn natuurlijk vanwege werkloosheid vaak arm gekomen. Maar ze zijn zo gastvrij, ze zijn zo warm, ze zijn zo bijzonder. Ik heb nooit, maar dan ook nooit, een probleem gehad in die stad. Ik heb nooit moeten rennen voor mijn toestel te beschermen. Altijd gastvrij. Zelfs met straatprostituees kon ik gewoon een lekker, leuk gesprek houden... van over weer, over van alles en een drukke dag vanavond... En dan vroeg ik van, mag ik u fotograferen? Dan kreeg ik het antwoord vaak nee, of altijd nee eigenlijk. Maar doet dat in Brussel en dan word je uitgescholden en loopt ze weg en gaat ze haar pooier gaan halen van die man wil mij fotograferen. En Charleroi allemaal niet. Ik bedoel, blijf maar nog babbelen. Ik wil niet gefotografeerd worden, maar ik vind je wel... Gezellig. Gezellig en leuk om mee te babbelen. Je komt namelijk ook aan de randen van het vak misschien wel. Want toen ik deze foto zag, daar heb ik misschien wel een kwartier bij gestaan. Toen dacht ik...
Zou dit licht echt zo hebben geschenen? Of heeft Van Vleter daar een klein lampje achter het hoekje gezet? Nee, absoluut. Het is in een fabriek. Bedoel, deze foto van Charleroi. Dat is een auto in de mist die achter de hoek gaat. Ja. Dat is het voordeel. Je moet ook geduld hebben. Ik heb daar wel uren zitten wachten tot ik denk van nu heb ik het wel. Dus ja, je moet ook kunnen wachten. Het is niet, ik loop voorbij, trek een klikken foto en ik loop weer door. Als ik denk van dit is bijzonder, want het is mooi Grand Pharmacie de Charleroi. De enige zaken die wel veel volk hadden in de winkel of in waren de apothekers. Want één ding hadden ze gemeenschappelijk constant ziek. Ja, tuurlijk. De lucht is ongezond, ze leven ongezond, ze eten slecht. Ja. Ze gaan niet naar de fitness. Laat staan van dat ze nee, men, gezond eten. Dus de apotheker was een zeer... Als ik die foto en de andere van de arbeider met de helm... De man die zich omgeeft met rook... Ja. Ook naturel, niks? Absoluut, het is in de fabriek gewoon. We staan te wachten eigenlijk op een... het is een metaalfabriek wanneer dat, het metaal in gesmolten wordt. En we staan gewoon te wachten. Staat hij lekker in zijn beschermend pak een sigaretje te roken. Ja, het is fantastisch. Ja. Ja, het is zo mooi omdat eigenlijk een soort de wind... Er was een trek weet je, de realiteit is soms zo mooi. Zo mooi. Je kan lampen bijzetten, maar in Charleroi liep ik zelfs vaak maar met één lens rond. Soms moet je teruggaan naar de simpelheid en naar het puur. Het was voor mij ook een beetje terugkeren naar de straat en weer terug om snel te leren werken. Weet u nog met welke camera u deze foto heeft gemaakt? Ja, dat was een klassieke Nikon kleinbeeldcamera. Ja, ja. Onthoudt u dat? Welke camera per beeld? Ja, ik kan het soms zien aan het soort formaat. En natuurlijk herinner ik al de foto's in Charleroi heb ik met dezelfde camera gemaakt. Dat was zo... Ja. Dus ja, ik ben wel gebonden aan mijn camera. Ik ben absoluut geen technische... ik ken er heel weinig van. De fotografie is simpel, hoor. Het is een combinatie van je diafragma en je sluiterstijd. En daar maken dat je daar iets mee doet. Ja. De rest is allemaal comfort. Ja, ik vind het fascinerend, want uw vader gaf u uw eerste camera. U was ook een zwaar dyslectisch kind. Was het uit liefde voor de fotografie of was het ook... Ik probeer mijn zoon Stefan een andere taal te leren spreken. Ik kan het helaas niet meer vragen, maar het was voor mij wel een uitweg. Vanwege die leerstoornis, van die dyslexie, wist ik dat ik geen rechter kon worden. Ik kon geen rechten studeren, ik kon ook geen geneeskunde studeren. Ik was dan ook nog een beetje onhandig, dus ik kon ook geen timmerman worden. Ik ben een beetje hoogtevrees, dus een dakwerker lukte ook niet. En dan kwam ik eigenlijk nog tot twee mogelijkheden. Dat was gigolo worden of fotograaf. Dubbeltje op zijn kant. Ja. Maar ik had dan de vrouw van mijn leven tegenkomen, dus ik moest wel voor fotografie kiezen dan. Gelukkig. Uw carrière neemt grote hoogtes en zoals vaker bij fotografen... Komt dan een moment van portretfotografie ook bij u? Mm-hmm. Is dat iets wat een fotograaf ambieert? Of komt dat op een gegeven moment... Nee, dat was eigenlijk heel vroeg aanwezig al. Ja? Dat is altijd vroeg aanwezig. Maar het is wel... Ik werkte in het begin voor een krant, voor de krant De Morgen. En was ik daar een soort freelance fotograaf. Maar ik merkte gaandeweg dat ik eigenlijk ook wel een goed portret kon maken. En dan heb ik eigenlijk heel dit beginnen uitpuren met... grotere camera's die trager werkten, maar die dan wel scherper waren. Wat de vertragingen zitten, waardoor dat ik iets anders maakte... wat dan mijn gewoon was van in de krant te zien. En dat is misschien ook jullie koningin. Ja. Ja. Ik moet zeggen prinses, maar voor mij blijft... Als je koningin bent, blijf je koningin. Dus je degradeert nooit. En zij degradeert ook nooit. Nee. Neem ons even mee. U maakt een afspraak, Stefan van Vleter, bij het paleis. Dat was voor het Rijksmuseum een opdracht. Hij kreeg document ieder jaar dat het Rijksmuseum een fotograaf vraagt om iets over Nederland te doen. En het was jaar 2000 en er werden eigenlijk drie buurlanden werd een fotograaf aangevraagd. Ik was dan de Belg en ik wou iets doen. Ik was zeer gefascineerd door de multiculturele samenleving vanwege alle... spanningen en toestanden. Ja, en ook... In België hebben wij enkel Congo en dat houdt en later kwam dan natuurlijk andere dingen. Maar... Nederland heeft een veel rijkere geschiedenis. Dus voor mij was dat heel fascinerend. Ja, Suriname en Molukken en Indonesië, Javaan. Voor mij was dat toen echt helemaal onduidelijk. Dus ik dacht, ik ga 100 Nederlanders fotograferen. En toen een prachtig idee van iemand op de Rijksmuseum. Ja, misschien zou je ook de koningin moeten. Dus ik mocht de koningin fotograferen. Ik wist, ik moet echt op tijd zijn. Dus ik rijd daar... Ik was eigenlijk 4 uur te vroeg. Ik dacht van, ik ga... in mijn auto mijn zetel iets achteruit zetten en ik ga een klein dutje doen. Ontspannen. Ik had me bijna overslapen om dan toch in de auto te... Maar goed, ik kwam ertoe. Ik werd prachtig ontvangen door een lakei die mij eerst een rondleiding had. En ik had eigenlijk heel weinig nodig. Het is, zoals je ziet, echt een close-up portret. Dus ik had eigenlijk niet meer nodig van wat dat we hier rijden. Maar
moest toch eerst in die grote, prachtige balzaal. En daar stond ik daar met mijn twee schamele lampjes en een kartonnetje die dan als achtergrond werd gebruikt. En toen moesten we wachten op de koningin. En toen werd iedereen ook zenuwachtig en werd ik ook zenuwachtig. Maar ze was fantastisch. Maar wat dat belangrijk is, misschien zie je... Bij iedere Nederlander die ik had gefotografeerd, had ik gewoon een zwart doek rond hun hals gedaan, omdat ik enkel het gezicht wou fotograferen. Ik wou niet geen das of hemd of iets of een t-shirt, maar... En dus ik moest ook bij de koningin vragen van... Mag ik jou dit zwarte doek aandoen dat ik bij anderen kleed uit? En toen zei ze een fantastische grap. En dan zei ze van, ik voel me precies de Romanov voor de onthoofding. En ja, dan dacht ik van, ja, ook de vrouw ziet er niet alleen prachtig uit. Ze heeft ook nog goed gevoel voor humor. Dus zat helemaal in mijn hart gestolen. Ja. En ooit iets teruggehoord? Nee. Nee? Nee, nee. Zo gaat dat bij het hof, hè? Ja, maar dat vind ik ook prima, hoor. Maar het mooie was dat in de tentoonstelling stonden dan die 100 portretten en niemand wist dat ik de koningin fotografeerde, behalve een paar personen op het Rijksmuseum. En het was heel mooi, die opening. En dat ja, had ik ook wel gezorgd dat de koningin heel mooi stond bij een jong meisje. En dan kwamen ze en dan stonden ze naast de koningin. Hoe mooi was dat niet? Ja. We komen richting het einde van uw laatste werk. Het einde van mijn leven, dacht ik. Nee, we hebben nog leven, toch? Ik ben toch gerusteld. Ja, ja, ja. Ja, ik hoop het, ja. Maar, en toch is die dood weer dichtbij, hè, het laatste werk. Zeker, ja. Ja, ja. De danser. Ik zag een foto van een danser daar. Ja. En dat, verschillende dingen. Deze, in deze serie zit ook meer kleur. En, maar toch altijd weer de dood. Hij leeft, hoor. Ja, maar dit is niet wat hij symboliseert, toch? Nee, nee, het was, ik bedoel, het is in mijn daglicht studio thuis en ja, ik vind het fascinerend om met daglicht te werken. Waarom? Omdat je dit bijzondere, rare licht eigenlijk een heel mooie connectie kan maken naar schilderkunst, naar Caravaggio. Er zit andere naakt bij die bijna een verwijzing is naar Rembrandt, het licht. De Anno Timiles van Rembrandt. Dus dat is mooi. En dat is eigenlijk een danser die net op pensioen, een fantastische danser. En het mooie als een danser is dat niet alleen kan prachtig bewegen, maar ook goed kan stilzitten. Die heeft daar een half uur zo gelegen. Prachtig mooi. En ook natuurlijk de naaktheid, waardoor dat je... Ja, je hebt geen referentie naar deze tijd. En dat vond ik ook interessant wat ik er juist zei. Je maakt eigenlijk soms bruggen van 500 jaar later terug bij de schilderkunst. Vorige maand was ik in Rome, zat ik voor echt letterlijk bij een werk van Caravaggio in Villa Borghese. En het licht dat ik daar voelde, was hetzelfde licht dat ik voelde bij dingen. En dat vond ik dan wel bijzonder. Ja. Die zij tijdsprongen kan maken terug in het verleden. En dat je ook merkt dat een lichaam heel universeel is. Natuurlijk veranderen we heel langzaam in genetica. Maar de poses en de gevoelens zijn zo universeel en zo niet tijdsgebonden. Hè. De wanhoop, dat zie je terug in foto's van James Nachtwey van conflictgebieden, maar ook in schilderijen van oude religieuzen en in nieuwe fotografie ook. Is de fotograaf Stefan van Vleteren kunstenaar geworden? Dat weet ik niet en op zich interesseert me ook niet. Nee? Ik schrijf er ook even over, omdat... Wat is de definitie van kunst? Als het is dat iets tegen een muur in een museum hangt, dan ben ik, denk ik, een kunstenaar, want dit gebeurt. Ja. Als het is dat je mensen raakt of ergens ja, op een of andere manier ontroert, dan ben ik dat misschien ook. Als het is dat een kunstenaar vanuit een niets iets maakt, dan ben ik dat niet, want ik werk altijd met een realiteit. En die realiteit trek ik bijna als een judoka ipongewijs over mijn rug tegen de grond. Maar ik werk wel met de realiteit. Ik doe er gewoon iets mee. Daar komen we misschien toch op het moeilijkste punt van de tentoonstelling, vond ik dat. Dus die rauwe werkelijkheid was ook uw eigen overleden vader. Hmm. Dan wordt de fascinatie voor de dood wel heel groot, dacht ik, toch? Ja, maar ook dat. Ik heb mijn vader altijd gekend als mijn vader. Hmm. En plots gaat hij dood. Ik bedoel, ja, zo plots was het helaas niet. Ik bedoel, hij is in mijn armen gestorven. Ja. Maar dan denk ik ook van hij is waarschijnlijk de man die mij als eerste op deze wereld heeft zien komen. Bloederig, hè, met in het moederhuis. Dat is diezelfde man die ik nu eigenlijk ook weer bekijk. Terwijl dat hij nu eigenlijk naar ergens anders gaat. Is hier een nieuw project in de maak? Foto's van net overleden mensen? Ik doe dat wel, ja. Dank u wel. De overzichtstentoonstelling van Stefan van Vleteren is nog tot 1 maart te zien in het FOMU in Antwerpen. Hartelijk dank.